Hij is wel echt hard inderdaad. Je schrikt er echt van, ja. Hè? Of dacht je al dat ik dat zou doen? Nee, maar ik zag de camera staan. Ja. Ik ging gewoon zwaaien. Ik had die toeter niet verwacht. Nee, maar ik kom gewoon in die app. Die hoeft ook niet naar het stuur. Dus daarom dacht ik, misschien heeft hij het niet door. Maar hoe nice is dat? We allebei op onze telefoon zijn we ingelogd. En kunnen we gewoon de auto starten en openen en alles besturen. En tuteren. En tuteren. Ja, gewoon tuteren. Echt nice. Oh. Oké, het is... heb je de intro al gedaan? Nee. Meen je niet? Nee, ik ging gewoon even filmen hoe je aan het zwaaien was. Hallo dames en heren. En super tof jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Ik ben hier samen met... En wij gaan eventjes lekker ontbijten. Ook al is het 11:45. Dus eigenlijk noemen we het maar gewoon even tweede paasdag brunch. Precies. En dat is wat we gaan doen. We dachten we gaan lekker uitslapen. We hadden de afgelopen dagen wel veel kilometers weer gemaakt. Op en neer naar Assen. Dus we gaan maar eens eventjes lekker uitslapen. En gewoon een chill dagje hebben. Tweede paasdag. Ja, fijn. We hebben helemaal niks op de planning. We moeten een monopolie nog afmaken in de kelder. Ja, klopt. Dat staat nog steeds op ons te wachten. Ik ben benieuwd wie daar de winnaar nog van is. Mm-hmm. En voor de rest, ja, we gaan lekker genieten. We hebben nog 124 kilometer om te rijden. Ja, misschien even ergens laden, denk ik ook zeggen. Ja, misschien nog ergens laden. En weet je wat ook heel erg leuk is? Nee. Je kan dus met de Tesla, kan je dus serieus gewoon een random plek door de Tesla laten uitzoeken en daar kan je dan heen rijden. Echt? Ja, dat is echt zo. Dus wat wil je doen? Nou, dat kunnen we wel doen. Ja, waarom niet? Zijn we gewoon lekker even onderweg, toch? Ja, dat is waar. Dus, maar we denken er nog wel even over na. Het belangrijkste is even eerst even een heerlijke paasje, Brunus. Ik zou je vertellen. Ik trakteer vandaag. Dat is fijn. Dus, lekkere koffie, heb ik ook zin in. Kies wat lekkers uit, schat. Doe vooral niet te zuinig. Het is jouw dag vandaag. Nee, het is altijd mijn dag. En ook jouw dag. En onze dag. En iedereen's dag. Maak er gewoon jouw dag van. Elke dag. Oké. Nou, maar eigenlijk is dat best wel raar. Het is jouw dag vandaag, maar het is altijd jouw dag. Het is altijd iedereen's dag. Ja. En jij leeft je leven, ik leef mijn leven, maar wij leven samen die dag. Dat wou ik even zeggen. Nee, maar ik snap wel heel goed wat je bedoelt. En ik vind dan ook... Hé, hey, kijk wat we hebben. Aan mijn broer. Yeah, let's go! Yeah, motorrijders! Boop, boop, let's go! Oké, nou, niemand zwaaien. Ja, eentje. De ene laatste. Ik zag een leuke helm met zo'n fluffy ding door. Ja, dat was een meid. Ja, dat was wel cute. Ach. Als jij de stelling hebt, dat elk... Oh. Zit iemand te toeteren? Nee, je schreeuwt gewoon zo hard dat je pipi op hebt. Ik dacht dat iemand aan het toeteren was. Je schreeuwt gewoon zo hard als je een piep in je oren hebt en denkt dat het een toeter is. Wow, weer zoveel motorrijders. Wow, wil je ook even motorrijden? Nee, maar ik wil gewoon even kijken naar die motoren. Oh, het zijn wel toerers allemaal met zo'n bakje achter. Ja, deze zit raar. Deze? Die zit met z'n tweeën. Oh, deze. Oh ja, die zit wel heel erg. Die zit helemaal te zingen. Die zat helemaal heen en weer te gaan. Helemaal... Zalig. Toer even met dan. Kom dan, gaan we racen. Die andere is echt geniaal. Die heeft die ducatie. Ja, die was helemaal... Ja. Maar dat was zo mooi, want je zag de realisatie van die moeder en dat kind op de motor. Ja. Want die hadden helemaal niet door dat wij het waren. Toen ik toeterde, toen ging haar ogen echt zo... En toen denk je... Hoe? Wii. Ja, maar dat doe je dan op de motor. Dan ga je wat bukken en dan doe je... Ja. De gezichten die je trekt op de achter onder zo'n motorhelm, dat weet je helemaal niet, hè? Ik doe dat niet. Nee? Nee, ik doe gewoon straight face. Ik doe wel. Als ik verder hard rijd, doe ik dat. Ja, je zegt nu dat het... Je doet nu alsof het een grap is, maar ik heb echt het gevoel dat jij dat doet. Ik denk dat ik dat ook echt zo je hele gezicht aangespannen. Als Enzo iets moeilijks moet doen... Oh, nou, niet eens iets moeilijks. Misschien al een veet te strikken. Dan doe je ook al zo'n moeilijk gezicht. Klopt. Ja, dat is echt zo. Ja. Dat is gewoon mijn busy face. Ja. Hey, maar als jij elke dag niet aanpakt alsof het jouw dag is, dan doe je iets mis. Als jij stappen wil zetten in het leven, dan moet je elke dag aanpakken alsof het je eigen dag is. En die moet je ownen, die moet je klaren, die moet je kapot maken. Die dag is van jou. Maak wat van. Precies. Oh. Die doet er dus echt veel te hard, schat. En ik doe even wat uit. Stuurverwarming uit. Doe mijn stoelverwarming ook even uit dan. Die stoelverwarming? Ja. Ik weet niet of ik die uit kan noemen. Doe maar. Stoelverwarming rechts uit. Stoelverwarming rechts uit. Kaart ingesteld met noorden naar boven. Oké, dat was niet helemaal de bedoeling. Stoelverwarming aan.
stoelverwarming voor, stoelverwarming achter en stoelverwarmingen, derde rij stoelverwarming aan. Wat, je hebt ook op die achterste stoelen de stoelverwarming. Schat je, elke stoel heeft stoelverwarming. Echt? Schat je, deze auto is niet normaal. Oh. Nee, dit is wel echt een haat- en liefdeverhouding met deze auto, merk ik. Ook online. Ja, je over je stuur. Iedereen wordt boos omdat je dit stuur toch gehaald had. Ja, terwijl ik kon het alleen maar kopen met het stuur, mensen. Ik kan het nog veranderen. Ja, maar we zijn eigenlijk wel blij mee. Ik doe het niet met de opzet om jullie te pesten of zo. Nee, inderdaad. Ik kon gewoon niet anders, bro. Oké, okay, het volgende shot is in Barista met nee, de lekkere koffie. Nee, kijk al die motors hier nee, bij elkaar. We gaan even lekker koffie drinken. Motorgang! 3, 2, 1, koffie! Ja, jullie wouden dat we gingen toeteren, hè? Haha, dit is geniaal. Ik ben de hele ochtend aan het toeteren met die motoren en zo. Hé, geen koffie trouwens, nog niet. Nee, klopt. Maar wat er gebeurde, ik kwam aanrijden en dat meisje die doet zo en die jongens die doen allemaal zo. Ja. Dus toen dacht ik, dan mag ik toeteren natuurlijk, hè? Ja, dan moet je. Dan moet je gewoon. Dan moet je. Ja. Weet je, wat moet je? Koffie. Oké. Okay. Weet je wat echt lijp is? Kijk, je ziet hier zo, check dit. Je ziet hier gewoon dat er stoplichten staan. Stel voor je bent niet aan het opletten en het stoplicht gaat op groen. En dat gaan we nu testen, ja? Let op wat er dan gebeurt. Ik ga verder niet iets doen. Kijk, je ziet daar ook gewoon iemand lopen, hè. Dat klopt ook gewoon. Daar zo loopt iemand. Zo lijp. Hij ziet dit wel als pionnetjes, dit ding hier zo. Kijk, komt een auto aanrijden. Hoppa, zie je? Kijk, komt een fietser steekt over. Dat zag je ook. Oh, kijk, hoorde je dat ding? Dat betekent dat de stoplicht op groen gaat. Echt? Ja, dat zag ik in de instellingen staan. Dat je kan instellen dat als het stoplicht op groen staat en je hebt nog niet gereden, dat hij dan ping aangeeft zodat je weet hij is groen. Nah, ongelooflijk. Oké, okay, zeg maar. 3, 2, 1. Koffie. Lekker hoor. Ik heb een grote cortado. En Myron die heeft zoals altijd Caramelino. En we doen even een spelletje clever. Jongen, jongen, het is niet te geloven. Ik ben hier aan het betalen bij die automaat. En ik hoor in één keer achter mij. Ik denk, is dat de auto? Dus ik ga kijken. Myron heeft alles opengezet met de app. Je vindt het ook cool, hè? Ja, ik vind het vet. Kijk hoe dat eruit ziet nu. Ja, is echt sick. Zelfs in een parkeergarage doet hij gewoon alle deuren open. Zelfs de Falcon Wings. Ga maar zitten en ik doe hem wel voor je dicht. Dat is echt niet normaal. Ja, gruwelijk. Dan kom je naar je auto toe lopen, zie je dit. Ja, dat is wel echt heel, heel hard hoor. Ga maar zitten, ik doe alles wel dicht. Oké, okay. Nou dankjewel. Dankjewel mevrouw. Marjane vindt het zo leuk om mee te spelen. Kom maar lekker zitten naast jou. Dan doe ik meteen alvast de deur dicht. Kijk, hap thee. En die nog even dicht. Ongelooflijk. Nou, zitten we dan. Fantastisch, heerlijk. Ja. Kan je mijn stoel voor? Oh, die staat er al. Jij kan gewoon tijdens het rijden toeteren voor mij. Wat zit je te doen? We gaan de ramen open. Ja, nee, dat kan niet. Dat heb ik net geprobeerd. Oh, echt? Dat kan alleen als je in P staat. Oh. Nee, anders dan was het ook wel. Kijk, je kan wel flash. Wow, inderdaad. Dat is gewoon groot licht. Ja. Dames en heren, wij hebben nog even een lijstje af te gaan voor dingen die we gaan halen prenatal. En dat zijn even een paar dingetjes. En die zal ik nu even opnoemen voor jullie. Luiers. Luiers al. Vitamine D en K. 2 digitale thermometers. Nagelveldjes. Zonnebrand voor baby. Flesvoeding voor als borstvoeding niet lukt. En een flessenverwarmer. En als laatste nog een luierbag. Yes. Dat hebben we nog nodig. Dan hebben we als het goed is alles compleet. Maar dit vind jij leuk, hè? Dat je dan een lijstje hebt en dat je gewoon weet, dit gaan we halen en meer hoef ik niet te doen. Dat vind ik super fijn. Ja. Ja. Want weet je wat het is? Over alles praten alles, maar alles ging over de liefde, we vergaten alles. Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer het spijt me. Het duurt te lang. Ik heb hem helemaal in mijn hoofd, hè? Zo, die uithaal, die was echt fantastisch. Ik wist helemaal niet dat je dat talent had, schat. Ja, nee, van Davina geleerd. Ja, die kan wel zingen als de knijters. Als de knijters, ja. Ik vind het wel gek, want ze heeft in één keer donker haar. Terwijl eerst had ze blond haar. Ik vind het blonde misschien toch wel mooier. Ja, nou ja, ze kan het allebei hebben. Dat is ook ja, wel knap. Ja, ze blijft knap, ja. Weet je wat we eigenlijk ook nog moeten halen? Die staat niet op het lijstje. Huh? Zo, ik ben gewoon buiten adem daarvan, hè? Van dat zingen. Een geboorteknuffeltje. En als we een leuk geboorteknuffeltje hebben gevonden, dan moeten we er eigenlijk 3 van halen. Want dan hebben we, zeg maar, genoeg voorraad. Ja, want als hij dan ooit kwijtraakt, dan kunnen we zeggen, kijk, we hebben hem gevonden. Maar dat is dan gewoon een hele andere. Precies. Deze gaat uit naar hen die we missen. Moeder en vader, een ander of nichtje. Met de
vraag blijf ik wachten. Op je antwoord van waarom liet je mij nou achter. Ja, het is leuk als je nummers uit je hoofd kent, hè? Klopt. Dat is echt fijn. Dat is echt heel, heel, heel fijn. Ja, ik weet niet of dit... Dit stond altijd op YouTube. Wauw. Nou, daar kunnen we even heen gaan. Wij kunnen naar YouTube. Oké. Okay. Dat hebben we nog geen één keer gedaan, eigenlijk. Nee, doe maar Onvergeetbare Tijden. Die heb ik al zo lang niet meer gehoord. Dus zo'n... Ik wou niet zeggen slecht, want vroeger was het wel een goed nummer. Maar... Oh, doet hij het? We staan in een parkeergarage, hè? Oh, dan moeten we hiervoor even naar buiten rijden. Denk het ook. Oké, we gaan hiervoor even naar buiten rijden. Want zoals jullie zien, hij blijft laden. Ja. Omdat we in een parkeergarage staan. Dus laten we heel veel naar buiten gaan. Maar dit is wel inderdaad een goed nummertje, ja. Herken je die? Onvergeetbare Tijden. Wow, heel veel mensen kennen dat nummer niet. Ja, tuurlijk wel. Dat is echt legendarisch altijd. Onvergeetbare tijden, mensen die je liever niet kwijt wil. Liefst ga je terug en zet je voor. We hebben de tijd stil. Yeah. Ze maken dingen mee. Het liefst zetten we het van je af. Ja. Ik wist helemaal niet dat jij die kende. Dat is echt lang geleden. Ja, dat is echt heel lang geleden. Ik ken die echt helemaal in mijn hoofd. Volgens mij was dat ook altijd een beetje inspiratie voor Milan met rappen en zo. Echt? Ja, volgens mij wel. Weet ik niet zeker. Komen we er nog wel uit eigenlijk? We hebben best wel lang stilgestaan. Ja, ja. Toppie hoor. Die gaat ook automatisch. Laten we dit eens eventjes proberen, dames en heren. Een oplaadplek bij in dit geval de Prenatal. Dus we gaan even de auto in de achteruit. Nou, laten we daar verder op doen. Dus wat meer ruimte. Altijd voor de meeste ruimte kiezen. Nooit voor dichtstbij. Precies. En dan gaan we kijken of dit een beetje oplaadt. Want ja, zo'n supercharger en dit is natuurlijk niet te vergelijken. Nee, maar stel we zijn hier een uurtje, dan heb je toch echt wel weer wat kilometers erbij. Kijk, en dat vind ik leuk dat je dat zegt, want zo moet je het ook bekijken. Ja. Elke beetje juice die je erin kan spuiten, moet je gewoon erin laten spuiten. Batterij bijna leeg. Er is aanzienlijk minder energie beschikbaar naarmate de batterij kouder wordt. We raden u aan om op te laden. Nou, dat is precies wat we nu gaan doen. Ja, bedankt voor het advies. Maar juist, dat hadden we zelf ook al bedacht. Dus, laten we eens even checken. En hiervoor hebben we dus wel de kabel nodig. Kabel, de lader. Want die moeten we dan hier erin steken. Dus, dan moeten we deze even open doen. Ik denk dat dit hem is in ieder geval. Ja, zeker weten. Gewoon proberen? Ja joh. Ik denk dat die in de auto moet. Of niet? Oh nee. Oh. Kijk. Nou, die zit erin. Ja. Ik weet niet wat dat gele betekent. Dat hij nog niet gekoppeld is. Ik denk dat hij groen moet worden als hij... Is het aan deze kant ook? Of zat er... Nee, we hadden het toch aan die kant? Oh, we lopen naar de verkeerde kant. Oh, en dan moest je dat pictogrammetje op die app doen, hè? Ja, want als je op dat laadknopje drukt... Ja, kijk. Hier hebben we hem. En dan hier laden. Dan gaat hij open. Hoppa, gaat hij open. En als ik deze nu erin doe, even kijken. Deze eraf natuurlijk. Ja? Maar ik weet niet of we nu iets moeten betalen of iets. Of gaat het automatisch? Of... Oh, ik denk dat we de verkeerde hebben. Ik denk dat, want kijk, hier staat clever charging. Wat maakt dat niet uit? Ja, er staat ook laadapparatuur niet gereed. Hier zie je 16A. Ja. Maar dit is C. Maar kijk, hier staat clever charging bij. Maar daar staat Prenatal. Dat boxje is van Prenatal. Dus misschien moeten we hem aan die doen. Oh, maar dat 16A is batterij, hè? Dat betekent niet C van dit. Oh, dat ik dacht is... hier C. Nee. 16A is batterij. Ah. Ja, 16A. Ah. Maar die kabel is lang genoeg. Pak we gewoon deze. Ja, laten we... Oh, kijk. Hier staat 65 cent per kilowatt. Ja, daarom. En deze is gewoon van Prenatal. Dus dan zou deze het moeten doen. Die andere is misschien van medewerkers. Ja, maar hoe activeer je? Want hoe weet hij dat wij dit gaan betalen? Snap je? Ja, dat zit in je Tesla, toch? Ja, dat vraag ik me dus af. Zegt hij nu niet dat hij aan het laden is? Laat apparatuur niet gereed. Zie apparatuur instructies om laden te starten. Ik zou het niet weten. Hier staat wel iets aan de zijkant. Een QR-code die je kan scannen. Hier gewoon. Scan QR-code to charge. Wil je deze scannen? Ja, dat wil ik wel. Het staat er wel heel erg in het klein hoor. Moet je kijken. Helemaal hier achter in het hoekje. Waarom dan niet gewoon hier mooi op de voorkant? Hier staat ook een QR-code. Kom je helemaal niet bij. Er zitten deze buizen. Ik ben benieuwd of dit gaat werken zo. Ja, en of we hier internet hebben. In een parkeergarage. Oh ja, inderdaad. Doet hij het? Ja. Oké, QR-code scannen, je creditcard even invoeren en dan doet hij het. Ik denk dat je automatisch later wel alles elke keer kan laten. Hey! Schatje. Ja, hij start. Ja? Ik denk dat je later automatisch alles wel kan invullen, maar dit duurde ook niet per se heel erg lang. Ja, hij doet het. Als het goed is. Ik zie hier ook in één keer een groen lampje in plaats van een gele. 13 seconden staat hij aan. Your session. Oké, even kijken. Wat geeft hij hier aan? Nee, hij is nog niet aan het laden. Dan moeten we hem nu niet op, in de app, in de Tesla-app op laden drukken, of niet? Want hij geeft wel groen aan. Geeft hij hier ook groen aan, of niet? Nee, hier geeft hij blauw aan. Dus wat betekent blauw? Misschien moeten we dan nu in de Tesla-app hem op aanzetten of zo. Ja, dit zijn even van die dingetjes dat je dus gewoon zelf erachter weer moet komen. Dit wordt je nergens uitgelegd. Dus hoe doen we dit nu? Oké, ik ben er wel klaar mee eigenlijk. Opladen niet mogelijk. Controleer stroombron. We komen er niet achter.
Laten we maar weggaan. Oké, als jullie tips hebben voor deze situatie, dan laat het weten. Het is sowieso een beetje gek dat hier een QR-code zit waar je niet bij kan komen, want deze buizen zitten ervoor. Ja, die kan je niet scannen. Hier zien we iets van een draadloze connector ding. Ja. Maar dat zagen we pas net. Ja. Daar heb ik mijn creditcard en alles voor gehouden, maar niks doet het. En aan deze kant zit een QR-code heel erg in het klein. Alleen daarmee moet je best wel lang wachten, want hier zitten we in een garage. Dus je hebt niet echt goede verbinding. Dus het duurt heel lang voordat het allemaal geladen is. Dus dit is nou niet echt de meest ideale situatie. We hebben wel een elektrische plaats, maar laten we gewoon staan. Ja, precies. Laten we naar binnen gaan, dan gaan we even het lijstje compleet maken. En jullie krijgen nog het nummertje, de karaoke van Maya, ja. EMB Records. Ja. We zijn nog maar net binnen. Nog maar net. Daar heb je de ingang. We staan nu hier en we hebben 20 kledinghangers. Het stond helemaal niet op het lijstje trouwens. Ja, jawel, mijn persoonlijke lijstje. Oh, oké. Je hebt nog een geheim lijstje waar ik niks van af weet. Oh, oké. En dan hebben we hier, kijk dan hoe schattig. We hebben hier een mutje, een geboortemutje. We hebben hier een geboortepakje, een maatje 56. En die kan ik zo mooi ophangen hier. En dan hebben we hier van die baby sokjes. Ook heel erg schattig. En die slofjes, ja, ook voor de geboorte. Dus we zijn al lekker bezig. Ik vind het eigenlijk wel leuk als jij ook even een outfitje uitkiest. Ja, ik heb nog steeds niks uitgekozen. Nee. Maar dat komt, ik krijg geen kans, schat. Dat is echt niet lullig bedoeld. Maar we zijn in de winkel en jij loopt ergens heen en dan laat je het zien. En dan zeg je, ja, dat vind ik ook mooi. Ja, maar ja, kijk dan hier. Maar dat komt ook omdat jij altijd voorop loopt. Ja, maar ik ga even kijken hier zo. Oké, vraag me niet wat het is, dames en heren. Maar ik zag de naam Zoog Compression staan en ik wist, hé, die hebben we nodig. Ik ga nu kijken wat het is. Voor vochtabsorptie bij lekkende borsten tijdens borstvoedingsperiode. 30 stuks. Nou, let's go, schat. Ja. Ving maar af. Oh ja, die kunnen we hem aanstrepen. Ja, hier, die zag ik even mooi liggen hier zo. Ja. Ik zag allemaal flesjes en ik dacht, ja, flesverwarmen zal hier wel zijn. Ik zit te scannen en ik zie in één keer zoogcompressen. Dus ik denk, aha. Kijk wat je hier hebt. Dit hebben we gisteren toevallig gekregen. Ja. Baby on board. Deze is wel heel opvallend met geel. Ja. Wij hebben de eentje gekregen met zo'n soort verkeersbord, wit-rood. Maar wel echt super leuk hoor. Maar die hebben we al gekregen voor de auto. Dat zijn van die leuke cadeautjes. We hebben niet zo heel erg veel dingetjes kunnen vinden. Het was sowieso poepie druk. Tweede paasdag. Dus blijkbaar veel mensen, net als wij, eventjes lekker op stap en wat dingetjes halen. Maar ik vond de winkel ook redelijk onoverzichtelijk. En het was een beetje chaos. Dus ik wist niet zo goed waar ik het moest vinden. Dus we hebben eigenlijk gewoon redelijk snel er doorheen gelopen. En als we wat zagen, hebben we dat even meegepikt. Dus we hebben nog wel aardig wat van het lijstje wat we moeten afvinken. Maar hiernaast zit Baby Park. En daar zijn we wel vaker geweest. En die winkel is toch wel chiller. Net even wat chiller. En sowieso alles daar is nieuw. Het is echt super groot. En ik dacht dat Baby Park op het begin onoverzichtelijk was. Maar dat komt omdat je er nog nooit bent geweest. En alles is nieuw voor ons. Alle spulletjes wat je kan halen. Welke afdelingen heb je. Nou echt heel veel. Maar we zijn daar nu 2 keer geweest. Jij 3 keer. En dan begin je wel een beetje in die vibe te komen van, hey, nu weten we een beetje waar alles staat. En waar je heen kan. En dat is wel echt heel erg nice. Dus laten we even naar Baby Park gaan. Gaan we daar proberen om op te laden of niet? Ja, kunnen we proberen. Ja, even kijken of daar een elektrisch plekje is. Of daar wel lukt. Oké, daar gaan we. Kijk dan wat een gebouw, joh. Niet normaal. We hebben de auto neergezet. Alle elektrische plekken die waren al bezet, helaas. Maar hij staat er weer mooi bij. En laten we even wat spulletjes halen. En dan even de lijst proberen af te werken vandaag. We zijn er, schatje. En hoe ongelooflijk chill is dit? Ja. Kijk dan, een baby uitzet A4'tje. En deze is lang, deze lijst, dames en heren. Want de achterkant is ook nog volgeschreven. We kunnen al heel veel dingen hiervan afstrepen. Ja. We hebben er een mooi roze pennetje bij gekregen. Super. Jammer dat ze niet de keuze hadden van een roze en een blauwe pen. Dat was wel leuk geweest. Ja, aan de ene kant wel, maar voor een jongetje kan roze ook gewoon vinden. Ja, dat is zeker waar. Maar het was wel leuk geweest. Maar goed, we gaan even boven wat drinken. Want we moeten even genoeg hydrateren vandaag. Dus we gaan boven even lekker drinken. En dan gaan we dit lijstje al afstrepen van de dingetjes die we hebben. Want wat we net hebben opgenoemd, die lijst, is puur voor de vluchtkoffer. De vluchttas. Nee. Onder andere. Ja, onder andere. Maar ook wel andere. Ja, dus we gaan even kijken wat we allemaal hebben. En dan gaan we kijken of we deze hele lijst in 1 keer kunnen afmaken. Ik ben benieuwd. Sowieso is het wel echt aangeraden om meerdere keren naar babywinkels te gaan. En ook verschillende, om even te checken hoe en wat. Want zo'n lijst als dit ga je niet even in 1 keer helemaal kopen. Dan heb je gewoon een vrachtwagen nodig. Ja, heel vaak moet je dingen ook bestellen. Want ik denk ook dat er een
bij kinderwagen dat je een kinderwagen moet uitzoeken bijvoorbeeld. Ja, dat moet je gewoon bestellen. Dus klopt, je kan niet alles in één keer kopen in de winkel zelf. Oké, we staan bij de autostoelenafdeling en we hebben hier nog op het lijstje nodig een, let op, stoelbeschermer. Maar ik heb even op internet gekeken en je hebt dus een speciale stoelbeschermer voor de Tesla Model X besteld. Dus dat is nice. Die komt over 5 dagen of zo binnen. Dus dat laat ik dan wel zien. We hebben ook nog een achteruitkijkspiegel nodig. Dus dat betekent dat als ik achter het stuur zit, of Maimie zit achter het stuur, of we zitten in een passagiersstoel. Maar dat wordt dat niet. Ja, als je aan het rijden bent, denk ik. Je kan het afstellen natuurlijk. Maar dan kan je dus een achteruitkijkspiegel hebben voor in de auto. En dat ziet er dan zo uit. En natuurlijk ziet dat er veel mooier uit. Maar er zit hier natuurlijk zo'n plastic dingetje op. Want kijk, het is uiteindelijk gewoon een super mooie spiegel. En deze doe je dan op de hoofdsteun. En als jullie nou een beetje verward zijn van, ik snap het nog niet helemaal, gaan we dat later wel laten zien. Maar dit is in ieder geval eentje waarvan we dachten van, ja, deze ziet gewoon top uit, dus die gaan we meenemen. Yeah. Dus die kunnen we afvinken. Dus we kunnen nu het achteruitkijkspiegel en stoelbeschermen afvinken. En dan staat hier nog autostoel speeltje, staat er. Ja, dat is gewoon speelgoed, dat kunnen we altijd nog even halen. En er staat hier ook nog een autostoel hoes. Nou, dat hebben we dus gehaald. Dat is een beetje hetzelfde als een stoelbeschermer. En een regenscherm staat er. In de auto? Ja, ik snap niet wat ze daarmee bedoelen. Dus ik ga dat even vragen. Een regenscherm voor in je auto. Huh? Ja, dat begrijp ik niet helemaal. Misschien voor het auto... Ja, ik denk dat ik het weet. Voor het autostoeltje. Want je kan het autostoeltje natuurlijk ook op de kinderwagen zetten. Maar die hebben we als het goed is. Die zat bij het autostoeltje. Ah, zo. Zodat zeg maar dat dingetje wat je in de auto zet, dat niet nat wordt of zo. Nee. Je kan je kinderstoel, die autostoel, kan je ook op de kinderwagen zetten. En daar zit dan weer een hoes bij, dat als hij daar nog in zit en je gaat met de kinderwagen lopen, dat er een speciale regel is. Ja, die hebben we. Oké, dus kunnen we die ook afvinken. Ja. Nice, dan hebben we autoafdeling gehad. Dus dan kunnen we vertrekken en dan kunnen we dat wel afvinken. We zijn op zoek naar een eventueel geboorteknuffeltje. En het lijkt mij echt een geniaal idee om gewoon een banaan te doen. Als geboorteknuffel, dat hij altijd de banaan wil. Waar is mijn banaan? Banaan en een wortel en een maiskool. Ja. Stel voor dat je geboorteknuffel is. Eigenlijk wel echt geniaal. Waar is mijn banaan? Waar is mijn wortel? Waar is mijn mais? Ik wil mais. Of hier, kijk, radijs. Of deze gewoon, de persing. Ja, dat is toch geniaal. Hier, we kunnen ook gewoon een bonsaiboompje doen als geboorteknuffel. Waar is mijn bonsai? Dus hier, oh, kijk dan. Zie niet pas dat het smiley is. Het is wel cute, hè, om zo neer te zetten. Ja, we moeten echt even een mooie, goed geboorteknuffeltje hebben. Ze moeten het vooral goed vast kunnen houden. Dat is een beetje wat ik denk. Dat, zeg maar, ja, dat het niet te groot is. Dat die kleine handjes dat vast kunnen pakken. Ja, snap ik. Dat is wel cute. Ja, deze is ook wel leuk. Dit is ook meer zo'n doekje of zo-achtig. Ja, die kunnen ze wel echt makkelijk ook gewoon zo bij zich dragen en zo. Ja, dat is wel leuk. Er staat hier op deze lijst hydrofiele washandjes. En wat hebben we hier gevonden? Voilà. Hydrofiele washandjes. Super, meenemen. Kunnen we die meteen weer afstrepen. Nou, hier zijn we bij de volgende afdeling. En dit zijn dus monddoekjes. Ik heb echt geen flauw idee. Nou, en een kruikenzak, dat hadden we ook nog nodig. Ja. Kijk, een kruikenzak. Als je aan het kwijlen is, dan heb je zo'n monddoekje erbij. Dan krijg je zo'n. Oké, nou, ideaal. Kies jij maar welke kleur je wil. Een blauwe. Neem we deze mee. Even kijken hoeveel stond er dat we nodig hadden. Ik moet zeggen, er staat wel overal echt heel veel aantallen. Ik weet niet of we het uiteindelijk in de werkelijkheid gaan gebruiken. Maar hey, je weet maar nooit hoeveel die gaat kwijt. Er stond 12. 12? Maar ik heb er ook al, denk ik, iets van 6 of zo. Oké, dan neem ik 4 mee. 4 van deze en ik denk 4 groene. Nou, heel leuk. Ja, kijk eens aan. Welke kruikenzak dan? Kruikenzak? Deze. Deze kruikenzak. Hoeveel hebben we daarvoor nodig? Eentje. Eentje? Oké, okay. Kruikenzak. Ja, of... Ja. Twee kan ook wel, hoor. Misschien 2, want die leg je bij je in het bedje. Kijk, 2. Een witte en een beige. We kunnen ook meteen zo'n sluiertje nog meenemen. Slappertje. Slappertje? Zullen we dan de bruine doen? Ja, helemaal leuk. Slappertje. Aanstrepen. Afkruisen. Zo, dan gaan we lekker, hoor, dames en heren. Hey, en ik zie hier package deal. Aluminium kruik plus 2. 2 keer 2, maar waar liggen die aluminium? Daar. Ja, we komen er wel. Even kijken, wat nog meer? 12 monddoekjes hebben we ook. Hey, let's go. Die lijst wordt kleiner en kleiner. We hebben hier allemaal verschillende soorten speentjes. Dus ik denk dat dit ook een hele goede keuze is. Dus die kunnen we ook weer afvinken. Schatje, jij bent echt de clever master. Jij bent veel meer clever dan ik. Marjan die heeft me echt zwaar ingemaakt. Ik had 170, Marjan had 190. We hebben hier lekkere borrelhapjes. Mag jij pesto eten? Ja. Oké. Nou, geniet ervan. Pesto kaas. Vanilla kan.
Ik heb hem nog niet geproefd. Ach, je had hem al gegeten. Nee, helemaal niet. Wel. Nee, dat was andere kaas. Serieus zo? Ja, ze avocado kaas. Ja, maar dat had ik nog niet gehad. Is lekker hoor. Ja? Nou, Marvin die heeft nog even wat besteld online, dus we hebben het... Ja, lekker. Oh ja, zo leuk. Allemaal van die vrouwen bij elkaar. Zo, lekker op tweede paasdag met de vrouw, met de damesclub op stap. We hebben even leuk spelletje gespeeld. De auto is weer aan de lader. Die heeft nu al meer dan 400 kilometer weer. Er staat een half uurtje nu eraan, denk ik. En we hebben dus wat op internet nog besteld voor wat extra dingen die we kunnen afvinken van de lijst. Dus dat is heel erg nice. En ik ga straks ook nog even op de computer thuis wat bestellen van wat ik heb gezien. Dus ja, we zijn lekker bezig met de uitzetlijst, heet het toch? Ja. Ja, baby uitzetlijst. Oké, daar gaan we. 1, 2. Ja, dank u wel. 478 kilometer staat op de teller. Of hoe ver we kunnen rijden, dat bedoel ik. Perfectos. Er staat nu 610 kilometer op de teller. Dus we hebben echt alweer in een paar dagen veel kilometer gemaakt. Oké, onderweg naar huis. Het is wel heel chill, want we hebben twee superchargers dicht bij ons thuis. Ja, echt op 10 minuten afstand, denk ik. Nou, binnen 10 minuten. Is wel heel, heel nice. Met een hotel erbij. Lekker man. Goed voor elkaar. Onderweg naar huis. Komt-ie. Kennis met 30-jarige Milan, MC Creative, nu in samenwerking met IMB Records. Onvergeetbare tijden, mensen die je liever niet kwijt wil, dat ik een engel volg en richting de hemel wandel. Bizar, dit is echt zo oud. Zo, die is echt heel oud. Hij is 16 jaar geleden geüpload. Ja, hoe dan? Ik zat er ook al naar te kijken. Ja. Maar ik ken hem meer nog van IMB. Ja, ja, hier zo. Ik Wens, ken je die? Nee, die denk ik. Weet dat ik van je hou. Weet dat ik van je hou, schat, dat ik van je hou. Nee, ja. Oh ja, die. Dit was mijn favoriet. Dat ik van je hou, schat, dat ik van je hou. Echte liefde gaat niet stuk, maar waar ben je nou? Ja, deze ken ik ook. Ja, is het deze? Ja. Maar dit is volgens mij serieus gewoon breed. Ja. Het is wel heel sick hoe dit eruit ziet hoor. Stel voor we gaan IMB Records. Met 13-jarige Milan in samenwerking met Kijk. IMB. Stel voor we pakken even een vlog. En super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. De hoogste kwaliteit natuurlijk. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en de zwangerschapsbal die ligt hier nog. Check de dan. De zwangerschapscursus die we gisteravond hebben gehad. Dat was de tweede. Volgende week krijgen we de derde. Super nice. Very nice. Oké, gaan we maar weer naar binnen, hè? Ja, we gaan weer naar binnen. Maar dit was even gezellig, schat. Zeker. Dus, zonder plan. En uiteindelijk zijn we gewoon 6 uur lang weg geweest of zo. Hé, hey, was weer fijn met je. Ja, voel ik ook. Fijne dag verder. Jij ook, prettige dag. Ik kom uit de studio. Ik loop naar buiten. En ik verbaas me eigenlijk. Was het heel eventjes vergeten dat het nog zulk mooi weer is en gewoon licht. Het is 8 uur in de avond. We gaan weer naar de periode toe dat het veel later licht is. Dus daar ben ik zo ongelooflijk blij mee. Niet normaal. Help! Zit er geen sleutel in? Oh, ik heb hier wel sleutel. Wil jij hem voor me open doen? Hallo, hallo. Hou eens live. Wat heb je een mooi pak aan? Ja, nice hè. Hoi, joh. Ziet er flesje uit hoor. Hallo, hallo. Oeh, dat ziet er nice uit. Lekker hoor, schatje. Wat is dit allemaal, schatje? Shakshuka. Shakshuka? Dat heb je al een keer eerder gehad. En zelfs een keer dat Joël en ik het gemaakt hebben. Oh, nu weet ik het weer, ja. Nu weet ik het weer. Oké, ik heb iets moois. Wil jij de lijst openmaken? Ik heb wat dingetjes besteld. Tell me. Ving maar af. Luxe schoonmat. Luxe verschoningsmat. Oh. Besteld. Oké. Okay. En dan kan je ook afvinken magnetron sterilisator. Wat was het nou uiteindelijk? En wat is dat? Een magnetron sterilisator. Ja, daar doe je flesjes in om te desinfecteren. Ja. Dus dan heb ik. Dat is wel handig eigenlijk. Ja, dus die heb ik besteld. En ook een autostoelspeeltje. Zo. Van Nijntje. Echt? Ja, heel erg leuk. Cute. Met een zonnetje en een autootje en Nijntje. Lekker bezig. Ja, dus dat is allemaal gefixt. Dus dan hebben we eigenlijk bijna de hele lijst afgewerkt. Wat er eigenlijk hier nog staat bij verzorging is billencrème en vettencrème. Maar dat heb je allebei. Ja, en ik moet sowieso nog luiers halen. Dus dat hebben ze 100% bij de drogist. Ja, maar die twee heb je waarschijnlijk ook al. Want we hebben heel vaak ook dingetjes gekregen van, ik zeg altijd maar naïef. Maar volgens mij heet het naïef of zo. Nee, naïef. Oh, heet het echt naïef? Ja. Oh, dat is ook een soort babymerk. Ja. Maar daar hebben we de dia's goeds van gekregen. Dus dan kunnen jullie zien, dames en heren. Dat wij gewoon de hele checklist gewoon hier in ieder geval aan deze kant hebben, of eigenlijk alleen het nachtlampje nog niet. Oh nee, klopt.
En die twee kunnen ook ingekleurd worden dan. En dan is dit helemaal vol. En dan hebben we hier nog een paar dingen aan deze kant. En dat is dus een campingbedje om mee te nemen ook. Voor bij andere mensen te slapen of wat dan ook. Campingbed, matras en hoes. En dan hier nog voor een reiswieg, een aerosleep, twee hoeslakens, een deken en twee lakens. Ja, maar die lakens dus we hebben zo genoeg, dus dan redden we ons wel mee. Nice. Oké, okay. We gaan lekker smikkelen, dames en heren. Eet smakelijk. We hebben het eten heel eventjes laten zakken. En we zijn nu weer even een lekkere sessie aan het knallen in de gym, dames en heren. Echt super fijn. En wederom weer heel erg trots op Myron dat je nog steeds aan het sporten bent. Let's go. Op je eigen tempo, met je eigen niveau. Eigen gewicht. Ja, eigen gewicht. Doe je super netjes. Dank je. Nou, Rafael is er ook weer bij. Die is in de verte shakeje aan het maken. Joelle, die is er ook bij. Joelle. Joelle. Ziet er ook nog steeds super fit uit. Echt clean, hoor. Kom op, focus, focus. Nou, wel echt clean hoor. Yeah. 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 Ja, echt heerlijk, dames en heren. Eventjes om 9 uur in de avond. Dat is echt onze sporttijd geworden. 9 uur in de avond. Eventjes lekker naar de sportschool. En dan even een sessie knallen. Dat is wel echt heel erg fijn, hoor. Dus heel erg blij mee. Voel ik me heerlijk goed. En als we straks thuis zijn, dan nog even een bakje kwark. En dan zit het er weer op. Helaas. Geen wat? Kwark in huis. Oeh, en de winkels gaan dicht om? 9 uur, 10 uur. Oh, en het is nu 9:50. Oké, okay, dan geen kwark. Dan neem ik wel een liter water. Oké, okay, wat ga je trainen? Oké, okay, laat maar zien. Let's go, baby. Nu kan ik dat nog zo fijn zeggen, dan klopt het ook. Kijk, dit is fijn. Nu kan ik op een hele fijne manier gaan zitten. Ik heb hem zwaar gezet, trouwens. Ja. Uh-oh. Sorry. Ja, dat is het enige wat ik nu wel echt aangepast heb, is dat ik op ongeveer 50% van het gewicht wat ik vroeger deed, dat ja. Ik daar nu op zit. Want met dit soort oefeningen is het ook echt belangrijk om je buikspieren aan te spannen. Dat kan ik gewoon niet meer echt. Nee. En ik mag mijn ademhaling ook niet vastzetten. Dus je moet zeg maar tijdens de hele beweging door blijven ademen. Niet aanspannen en trekken, zeg maar. Ja, anders train je buikspieren te veel. Ja, dat mag eigenlijk niet als je zwanger bent. Nou, let's go, baby. Echt nice, hoor. Ziet goed uit. Hoe is dat om met een zwangere vrouw te sporten? Leuk. Ja. Ik kan nog steeds met de mee trainen. Ja, nou, dat is waar. Ik kan een ander gewicht pakken af en toe. Ja, dat is waar. Maar ze traint alsnog, haar basisgewicht is alsnog best wel zwaar. Ja. Dus het is best wel goed om mee te trainen. Trots hoor, schatje. Oké, ik heb al te lang weer niks gedaan, dus wij gaan ook even wat doen. We hebben nog 3 oefeningen te gaan. 3 tricep oefeningen. We hebben hiervoor 3 borstoefeningen gedaan en daarvoor 2 beenoefeningen. Dus dan zit het er wel weer op. Let's go. En heb je sportkleding nodig? kpactive.com, knolpauw.nl. Je kan het allemaal vinden. Zo, dames en heren, wij zijn weer heerlijk thuisgekomen en gaan naar bedje. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace!